ik denk aan mijn filosofie van mijn africhting, dan kom die woord balans voor mij naar voren. Die balans van die academie, die balans van die sport en dan ook die sociale leven. Ik geloof baie af aan dat ons die liefde van tennis moet kweek en behou vir die spelers. Beschrijf ik mezelf eindelijk als een motiveerder. Iemand wat mensen motiveert recht hier die dag. Ik denk met die rechte motivering krijg mens baie uit mensen uit. Ook iemand wat goede leiding geeft voor mensen en dan dingen heel tijd voor andere mensen in perspectief stel. So ik wil amper sê een motiveerder en ik stel dingen in perspectief voor mensen.